3, 4. Ik ben Silver Hanneman. Ik ben 28 jaar en ik woon in Kortrijk. Ik schrijf gedichten en korte prozateksten. En ik heb ondertussen al 2 dichtbundels uitgebracht bij WPG Uitgevers. In loving memory. Het project Letterzetter heeft mij vooral vrij uit mijn kot gelokt om mij te leren voordragen. Ik deed dat nooit. Ik schreef heel veel en ik vond dat heel veilig dat het op papier bleef. Maar dankzij Letterzetter ben ik echt het podium opgeklommen. Geleerd hoe dat ik ritme in mijn woorden kan steken. Ook een beetje podiumvrees overwonnen. En het daagt mij ook uit om over andere dingen te schrijven dan de dingen die heel dicht bij mij liggen. Doordat dat vaak zo projecten zijn die heel ver van mij staan, vind ik dat leuk om een andere invalshoek of een ander thema te kiezen dan de thema's dat ik gewend ben. Op Memento doe ik een aantal dingen. Ik ga onder andere met Bram Terrein, die beeldend kunstenaar is. Hij schildert, hij maakt installaties. Ga ik een ruimte inpalmen met woord en dan verf erover en nog een keer woord. En de hele ruimte gaat eigenlijk een beetje van ons worden op die manier. Op de woordroutes op vrijdagavond doe ik samen iets met Brihang, wat ik zelf super cool vind, dat ik met een van mijn helden mag samenwerken. We gaan een nummer van hem en een tekst van mij aan elkaar koppelen. En dan de zaterdag zit ik ook nog op het auteurspodium en ga ik in gesprek over rouw en verdriet in teksten. Daar lach je ook maar. Te verdrinken in al dat zwart en een driehoek wit. Nooit nog echt jezelf. Ik had al 1 keer afscheid genomen, maar dit voelde als de auto op de parking waar de muziek te luid speelt. Daar lag je en het duurde de volle 3 seconden en het zwart, de witte driehoek, zo scherp je kon er ook niet geweest zijn.